Fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, was vandaag op verkiezingscampagne in Groningen. Van heinde en ver waren mensen naar de Grote Markt gekomen om Baudets campagne bij te wonen. Waarom wilden zij het bezoek van de politicus zo graag zien? Ik wou graag met Thierry op de foto, voor de Insta. Oké, met een fan van Thierry? Je vindt een knappe man. Knappe man, niet in oude. Ja, ook hij heeft een mooi gekregen. Ja. Welbespraakte, knappe man. Maar nog niet eruit of u erop gaat stemmen. Nee, ik weet het nog niet. Om heel eerlijk te zijn, van mijn opleiding journalistiek. Oh. Om even iets mee te maken. Zit je op binnen zijn? Ja. Ah. Ja. Dus je bent hier eigenlijk onafhankelijk? Ja. Want ik zie wel een FVD-poster bij. Ja, ik dacht ik doe netjes, ik neem hem wel aan. Ze stond erop. Okay, maar je bent er dus niet als FVD aanhanger. Niet per se. Ja, ik vind het goed. Ben je met alles eens? Ik ben met alles van hem eens. Dus er is niks bij van waarvan je zegt, nou, dat zou ik anders vinden. Nee. Ben je hier ook voor Thierry Baudet? Jazeker. Dus je bent een aanhanger van FVD, aan de sjaal te zien? Nou, ik kom eigenlijk meer voor de gezelligheid. Oh, voor de gezelligheid? Ja, ja zeker. Dus nog een zwevende kiezer? Nou, niet helemaal, maar ik ben nog zoekend, zeg maar. Er waren ook tegenstanders van Baudet aanwezig, waardoor er wat ongeregeldheden waren. Baudet kwam onlangs nog in het nieuws omdat Twitter een tweet van hem het stempel misleidend had gegeven. Meneer Baudet, ik kan u volgens mij feliciteren, want u heeft een kleine primeur gehad op Twitter. De eerste stempel van de Nederlandse politici kregen van misleidende tweet. Wat is uw mening daarover? Ik wist niet dat ik de eerste was, maar ik vind het heel merkwaardig. Het enige wat ik heb gezegd is iets wat het RIVM ook zelf in zijn officiële reportage van de afgelopen week vermeldt. Dus ja, daar is volgens mij helemaal niks raars aan. En vervolgens wordt dat bestempeld als inderdaad fake news en kunnen mensen het niet meer retweeten. Ik vind het heel gevaarlijk dat dat gebeurt in verkiezingstijd. Dit toont ook aan waarom onze anti-censuurwet zo noodzakelijk is. Wij willen echt iets gaan doen aan die steeds verder inperkende vrijheid van meningsuiting op sociale media. Oké, en gaat dat niet ten koste van betrouwbaarheid van informatie? Nee, want je ziet dus aan zoiets als wat nu gebeurt, dat mijn tweet was niks raars aan. Ik heb iets gezegd wat ook in het RIVM-rapport gewoon staat. 151 mensen zijn onder de 70 het afgelopen jaar gestorven aan alleen maar corona. Al die andere mensen zijn gestorven met onderliggende ziektes. Dus dit is volgens mij niks geks aan. En wat vindt u van de stad Groningen? Fantastisch, ik hou van Groningen. Wat maakt Groningen nou zo'n mooie stad? Nou, ik vind Groningen een ontzettend gezellige stad. Als je hier uitgaat, als je hier gaat eten, mensen zijn aardig, het is warm. En daarom vind ik het ook zo naar om te zien dat alles dicht is nu met deze maatregelen. De stad verdient het om weer open te gaan. En dan op de persconferentie werd ook aangekondigd, rond 31 maart, afhankelijk van de cijfers, kunnen de terrassen weer open. Zou dat dan wel een eerste stap kunnen zijn? Nou, ik geloof niet zo in dat laten vieren en dan weer scherpere maatregelen, niet scherpere maatregelen. Volgens mij is dat een dynamiek waar je nooit meer uitkomt. Je moet een grens trekken, mensen zijn vrij en we gaan niet 17,5 miljoen burgers in Nederland opsluiten. Dat is wat ons betreft een morele grens die je gewoon niet overgaat. En dat stapje voor stapje doen, is dat geen optie? Nee, het moet gewoon meteen open. Op 18 maart moet heel Nederland weer open. Vrijheid terug.